Over emoties wil ik wel even iets zeggen. Want het is mooi als mensen huilen of lachen natuurlijk. Maar het hele fenomeen van emoties in het publiek of op het podium of op de televisie of waar dan ook wordt wel een doel op zich langzamerhand. Er zijn artiesten die het laten huilen van het publiek of die echt een show zo gaan maken dat mensen allemaal emotioneel worden of kippenvel krijgen of gaan huilen. En ik vind emoties worden een beetje op die manier gedevalueerd. Als je bijvoorbeeld je zet de tv maar aan en je ziet mensen huilen om iemand die weggaat of iemand die terugkomt of iemand die doodgaat of iemand die ziek is of een scheiding of een weet ik wat. Op het moment dat mensen dan gaan huilen, dan is het echte tv. Dan vinden ze dat is echt. En ik wantrouw dat. Dus je kunt als artiest spelen op de emotie. En dan denk je, oh, iedereen huilt, dus ik ben fantastisch. Want iedereen voelt van alles, dus ik moet wel heel goed zijn. Maar ik vind dat niet de mooiste en de meest elegante manier. Als er mensen een traan laten, nou, voilà, natuurlijk, dat is van jou. Dat is jouw gevoel. Maar artiesten die echt een show in elkaar gaan zetten of een televisieprogramma gaan maken, want dat is nog meestal, om maar zoveel tranen te laten vloeien, ik vind dat niet de goede manier.